Goedemorgen, welkom bij weer een nieuwe leesvlog. En jullie denken waarschijnlijk, hè? Dat bureau, dat staat opeens vlak naast de kast. Dat komt omdat we de kerstboom al hebben neergezet. Of tenminste, we, Amy en Fenna. Mijn dochters hebben gisteravond de kerstboom neergezet. Dat wilden ze graag. Ook al is het, of was het toen, 14 november. Ik zeg, ga jullie gang. Ik vind het ook wel weer gezellig. Dus wij hebben dadelijk gewoon 2 maanden een kerstboom. Of nou ja, nu, vanaf nu een kerstboom in de woonkamer. Als je ervan houdt, waarom ook niet? Een beetje gezelligheid in huis. Want ik ben sowieso al in een kerststemming. Ik heb gisteren op mijn werk A Christmas Carol, een kerstvertelling op rijm van Marianne Busser en Ron Schreuder gekocht. Ik vond het zo'n gaaf prentboek. Ik ben sowieso gek op het verhaal van Scrooge. En die film heb ik zowel in de Muppet-versie als in andere versies heel vaak gezien. En dit is dan een geïllustreerd rijmverhaal. Dus nou ja, daar was ik helemaal blij mee. Ik had er gewoon zin in om die te kopen. Ik voel een haar. Dus die ga ik deze week lezen. Ik dacht eerst nu. Dus ik werk om 11 uur, vanaf 11 uur. Dus ik heb de tram van iets over 10. Maar ik denk dat ik hem of vanavond of morgen even ga lezen. Want ik kan hem eigenlijk in 1 stuk, zeg maar, lezen. En ik denk niet dat dat nu nog gaat lukken. Er lag op mijn werk nog een leesexemplaar. De bijzondere levens van Violette. Van Valérie Perrin. Die zouden eigenlijk vorige maand voor Boek van de Maand ook, of hadden we als kandidaat, maar hij was heel erg dik. Dus ik was er niet aan toegekomen om hem te lezen. Maar nu was het fysieke exemplaar er. Wanneer ik er aan toe kom, geen idee. Maar heel lief dat ik hem heb gekregen. Ik zie nou trouwens dat er vlek op mijn broek zitten. Een nieuwe week. Ik heb dus al 2 weken 4 boeken gelezen. Wat echt heel erg goed gaat. Het is natuurlijk ook de maand van de Believeton. Dus ik focus me ook wel redelijk op kinderboeken. Ik heb al Rick gelezen als kinderboek. Ik heb Julia and the Shark als kinderboek al gelezen. Ik heb Het Kleine Huis aan de Heuvel. Ik weet even de titel niet meer. Die heb ik afgelopen week gelezen. En ik heb nog eentje gelezen. Lockwood & Co. Was dat ook deze maand? Ja, volgens mij. Ja, Lockwood & Co. Dus ik ben al redelijk op weg met goede aantallen voor de kinderboeken. Dus deze week wil ik dat ook weer gaan doen. Eerst ben ik nog bezig in Anomalie. Die neem ik ook mee naar mijn werk. Die wil ik eigenlijk vandaag wel uitlezen. Dat moet misschien wel lukken. Met vanavond er wellicht nog bij. Dat was nog een boek van vorige maand. Heb ik meegenomen dat ik hem toch wel uit wil lezen. Dus die neem ik mee naar mijn werk. Dus deze wil ik deze week sowieso uitlezen. Dan ben ik op Storytel aan het luisteren naar De Studenten van Tess Gerritsen en Gary... Nog iets, ik ben het even kwijt. Daar ben ik gisteren in begonnen, want ik ben nu ook weer elke keer mezelf, nou ja, niet aan het pushen, want ik vind het ook wel leuk. Daaraan aan het herinneren dat ik ook Storytel ga luisteren. Dat ik in de tram of tijdens het koken af en toe gewoon even Storytel aanzet, zodat ik extra kan lezen op momenten dat je normaal met een fysiek boek wellicht er niet aan toe komt. In de tram lees ik wel eens fysiek, maar ik word toch te veel afgeleid. Want ik heb ook altijd bellende mensen naast me in de tram. Het is echt niet normaal. Altijd bellende mensen. Dus een Storytel, een luisterboek met oortjes in, is dan wel prettiger. Want dan ben je minder afgeleid. Dus daar ben ik ook in bezig. Ik moet even kijken hoeveel ik daar nog voor moet. Ik zie nu de magische halsband. Die stoom was gisteren begonnen op mijn telefoon om te luisteren. Even kijken hoor. Oh, hoe doe ik dat? Welke ik aan het luisteren ben. Nou, volgens mij moet ik nog 3,5 uur. Kijk hoor, De Studenten. Ik vind die tot nu toe ook weer een prettige vertelstem. Vind ik altijd wel erg belangrijk. Want anders dan, kan ik me niet concentreren. Dan ga ik me een beetje lopen ergeren. Even kijken, de Nederlandse. Luister. Oh, hij is toch niet... Ingenoemde romance. Huh? Ik had hem op snelheid 175. Ik moet nog 3,5 uur. Dus dat valt mee. Dus dan ga ik straks, als ik met de tram weer naar mijn werk ga, naar luisteren. En ook op de terugweg. Dus dan ben ik er vandaag, denk ik, sowieso wel weer... Klein uurtje mee opgeschoten. En deze dus.
kerstboek ga ik deze week lezen. Telt eigenlijk niet. Ja, hij telt wel mee als boek, maar dat is natuurlijk heel kort en snel. Dus misschien dat ik deze week wel 5 boeken kan realiseren. Wat ik daarna ga lezen, weet ik nog niet. Ik denk sowieso een kinderboek die ik erbij pak. En wellicht een boek die ik voor mijn werk moet lezen. Dus daar moet ik nog even naar kijken welke dat gaat worden. Want ik heb daar e-books van en nog één fysiek boek van Moriarty. Maar die is echt zo. Dus ik ga even kijken. Dat is iets wat ik deze week ga bepalen. In ieder geval dus bezig in Anomalie en de studenten. En een leuk kerstboek, prentenboek op rijm die ik deze week ga lezen. Ja, ik ga me klaarmaken. Ik ben al klaar, maar even een bakje koffie en mijn spullen voor de lunch. En dan ga ik straks naar mijn werk. En dan zien jullie mij wellicht morgen. Dinsdag is altijd een beetje een lastige dag, want dan ben ik 's ochtends al vroeg weg. En als ik thuis kom 's avonds, is er vaak reuring in huis en vergeet ik het nog wel eens. Maar jullie zien mij gauw weer terug. Doeg! Nou, toch nog vlog op dinsdagavond. Want ik moet morgenochtend even extra werken. En daarna zal ik toch ook wel weer druk zijn. Ook met lezen natuurlijk. Dus ik dacht, ik ga nu toch maar even snel vloggen voordat ik onder de douche spring. Het licht is niet heel denderend. Maar ja, het zij zo. Ik heb net in de tram terug niet naar mijn luisterboek geluisterd. Want ik was mijn oortjes vergeten. Dus ik heb op de heen en de terugweg een beetje gelezen in Anomalie. En ik heb hem eindelijk uit. Hier heb ik echt wel lang over gedaan. Hier heb ik natuurlijk een beetje als een soort bijboek, zeg maar, gebruikt. Dus die lag op mijn nachtkastje. Heb ik een beetje alleen 's avonds. Er zaten ook wel wat lastige stukken, waardoor ik niet heel snel er doorheen ging. Maar ik heb hem uit. Ik geef hem 3,5 ster. Ik vond het toch wel een heel leuk concept. Een beetje sci-fi van zo'n vliegtuig die in maart landt. Wel met turbulentie, dus een beetje een rare vlucht. En 3 maanden later landt exact hetzelfde vliegtuig met exact dezelfde mensen op hetzelfde, nou ja, zou op hetzelfde vliegveld moeten landen. Maar die hebben ze dus een soort van onderschept en naar een soort legerbasis geleid. Wat natuurlijk op een gegeven moment allemaal eigenlijk een soort dubbelgangers oplevert. En nou ja, wat ze daarmee moeten doen, hoe ze dat gaan oplossen, wat er gebeurt daarna, wat de mensen zelf gaan doen als ze elkaar zien, zichzelf eigenlijk. Dus ik vond het echt een heel goed concept. Nog een beetje een leuk cliffhanger-achtig iets. Nou ja, niet echt een cliffhanger, een plot twist op het eind, waar verder niet heel veel over doorging, maar vond ik wel leuk gedaan. Dus 3,5 sterk. Ik snap zeker dat mensen die van sci-fi houden en nou ja, een beetje van die gedetailleerde boeken met wat, nou ja, een beetje, ja, ik kom niet op dat woord, technische besprekingen, een beetje zo, die zullen dit echt wel echt een heel goed boek vinden. Dus Anomalie, uitgelezen. Dat is boek nummer. Ik zit nou te kijken, heb ik nou Julia and the Shark, Mimic en Het Kleine Huis. Dat was vorige week, toch? Dat ik die uit heb gelezen. Ja, want dat was in mijn weekend. Dus dat was niet voor deze week. Dus dit is het eerste boek van deze week. Nee, het tweede boek. Want ik heb gisteravond deze uitgelezen. A Christmas, of eigenlijk gelezen. A Christmas Carol, een kerstvertelling op rijm. Van Marianne Busser en Ron Schreuder. Heb ik mezelf cadeau gedaan. Lees je natuurlijk zo uit. Vond ik wel echt wel heel erg leuk. Leuke illustraties. Leuk gedaan op rijm. En het brengt je een beetje in de kerststemming. Dus ik heb 2 boeken. Ja, 1 boek, 1 boekje. Al uitgelezen deze week. Dan heb ik nog 2 boeken om te laten zien. Hier had ik het volgens mij al over gehad. Die dan op Amy's kamer was beland. Escape Room Thriller Gevangen in de Sneeuw. Dat is zo'n, ja, ze verkopen in de winkel echt heel goed. Ik heb er zelf nu 2 of 3, maar nog niet gebruikt of niet gelezen. Ik wil dit wel een keer gaan doen. Dus ik ga hier een keertje, misschien op mijn vrije dagen dit weekend, alhoewel ik hem niet, nee, ik denk dat ik voor deze voor december hou. Maar in ieder geval, die had ik ook nog binnengekregen. En vandaag bij de tweedehands heb ik voor mezelf deze meegenomen. De Doodsvogel van Samuel Björk. Ik weet niet zo goed. Die heeft vandaag een nieuw boek uit. Sneeuwwit heet hij volgens mij. Ik reis alleen heb ik ooit al gelezen. En dit is dus volgens mij het vervolg. De Doodsvogel. Nou zeggen die hoofdpersonages mij helemaal niets meer. Want dat is echt al heel lang geleden dat ik die heb gelezen. Maar ik wil ze, hierna komt volgens mij nog 1 en dan heb je die nieuwste. Dus ik wil eigenlijk,
Ik had eigenlijk gehoopt dat het derde deel wellicht ook bij tweedehands lag. Nog niet, maar die komt misschien nog. En ik twijfel of ik nu... Volgens mij heb ik er geen één meer op voorraad. In mijn kast staan. Maar in ieder geval, die was bij tweedehands. Dus ik dacht, hij ziet er nog mooi uit. Die neem ik mee. Wat ga ik dan nu lezen? Ik ben natuurlijk de studenten nog op mijn luisterboek aan het luisteren. Die ga ik morgen als ik naar de Mol moet en donderdag en zondag gewoon luisteren in de tram. Moet ik alleen mijn oortjes niet vergeten. En ik heb besloten om fysiek te gaan starten Vuurbloed van Eselin Fowler. Of Elin, ik weet niet of je die S uitspreekt, denk het niet. Elin Fowler. In het Nederlands heb ik deze ontvangen. Die wil ik gaan lezen voor de Believeton. En dan wil ik op mijn telefoon, alhoewel ik hem eigenlijk op mijn e-reader ga zetten morgenmiddag. Op mijn e-reader wil ik dan gaan starten. Ik ben even de titel kwijt. Die heb ik niet fysiek. Die ga ik voor mijn werk lezen. Ver weg, dichtbij van Helen Fisher. Ik weet niet of ik het kan laten zien. Nee, dit werkt nooit, hè? Moet ik hem dan donker zetten misschien? Donkerder. Kijk, ver weg, dichtbij van Helen Fisher. Die ga ik op mijn e-reader lezen. Als ik hem heb overgezet. Dat ga ik morgenmiddag doen. Dus ja, ik hoop dat dit een beetje snel leest. Want ik ben wel heerlijk op dreef, hoor. Het gaat echt supergoed. Maar er liggen nog wel een paar hele leuke die ik deze maand wil lezen. En het is natuurlijk, nou, we zijn pas halfweg, het is de 16e. Ja, ik moet ook even gaan nadenken wat ik na mijn volgende luisterboek of na de studenten ga luisteren. Of er een boek ligt bij mijn TBR die ook als luisterboek beschikbaar is. Waar ik wel zin in heb. Misschien de Camino. Volgens mij is die ook als luisterboek. Dan lees ik al die thrillers, of luister ik eigenlijk al die thrillers. Misschien dat die ook wel al op Storytel is. Maar ja, zover zijn we nog niet. Ik ga eerst nog de studenten afluisteren. Nou, ik krijg een lamme arm. Ik ga douchen. En vanavond beginnen in Vuurbloed. Ik ben heel erg benieuwd. Jullie zien mij morgen weer. Doeg! Zo, toch nog maar even op de donderdagavond vloggen. Op zich werk ik natuurlijk nog maar tot 6 uur. Want de winkels moeten om 6 uur dicht. Maar ik was het eigenlijk een beetje vergeten. Dus voordat ik straks op mijn bed nog even ga lezen, even nog een update. Allereerst, volgende week is Black Friday. Voor Paagman wordt het Pink Friday. En dat is al vanaf maandag. Dus we hebben maandag tot en met vrijdag volgens mij. Ik weet niet helemaal precies, maar in ieder geval maandag tot en met vrijdag sowieso. Weer korting op Engelse boeken. 3 halen, 2 betalen. Dus er liggen alweer 9 boeken voor mij apart. Die ik al heel graag wilde hebben. En die ik natuurlijk ga aanschaffen met de kortingsactie. Superleuk. Ik heb de studenten uit, had ik volgens mij al gezegd. Ik heb Anomalie uit en het prentenboek van A Christmas Carol. Dus ik ben goed op dreef, gezien ik nog 3 dagen heb. Ik ben bezig in Vuurbloed van Elin Fowler. Ik zit op pagina, even denken, 134. Ik heb vandaag niet heel veel fysiek gelezen. Ik ga nu nog even verder fysiek lezen. Het gaat over een meisje 12. Ik vergeet dat heel vaak te vertellen waar het over gaat. Maar oké, nu denk ik eraan. Het gaat over 12. Die heeft een eed afgelegd om leerlingjager te worden. Moet daardoor, of daarvoor eigenlijk, huis en haard verlaten, naam veranderen. Het niet meer hebben over waar ze vandaan kwam, welke stam of welk volk. Trainen om jager te worden. Jager op. Rare wezens en zo, volgens mij. Al vrij snel in het begin merk je al dat 12 een beetje een eigenzinnig meisje is. Maakt niet heel makkelijk vrienden. Ligt een beetje buiten de groep. Er is een meisje, 7 heet die. Het zijn allemaal cijfers. Dat vind ik wel lastig hoor. Ik hou daar nooit zo van, maar oké. Die wel toenadering zoekt, maar 12 is eigenlijk altijd een beetje kortaf tegen haar. Omdat dat meisje haar ook heel erg doet denken aan haar zusje. Die ze dus eigenlijk moet vergeten. Ik weet ook niet precies wat er met dat zusje is gebeurd. Dan al vrij snel aan het begin van het boek wordt het fort aangevallen.
en verdwijnt 7. 12 voelt zich toch een beetje schuldig, wil zich ook bewijzen tegenover de docenten, noem maar even zo, en besluit 7 te gaan zoeken. Terwijl ze 's nachts wegglipt, of in ieder geval wegglipt daar, komt dat wezen, dat is een soort bewaker van het fort, die ziet haar dat ze wil vluchten en die zegt, ik ga 7 zoeken, jij blijft hier. Maar ze is erg halstarrig, dus hij denkt het is makkelijker om de mee te nemen. En ze zijn nog niet eens zo heel ver weg of er volgen 2 mede leerlingjagers, nummer 5 en nummer 6. Met 5 heeft ze nogal wat geschiedenis van pesterijen, 2 jongens zijn dat. Die besluiten ook mee te gaan. Die zijn erg halstarrig. En ze gaan dus met z'n 3 als leerlingjagers dit stenen beest. En nog 2 beesten die verder niet kunnen praten. Zo, dit beest kan namelijk wel praten en communiceren. Gaan ze op zoek, op pad om 7 te vinden. En dat wordt natuurlijk een barre tocht. Het op zich vind ik het wel leuk tot nu toe. Maar het pakt me nog niet super. Soms heb je met een kinderboek dat je meteen erin zit. En dat het meteen super gaaf is. En dat je meteen verder wil lezen. Maar met dit zit ik er nog niet helemaal in. Ik vind het wel leuk. Maar nog geen wauw effect. Dus ik ga zien hoe dat verder gaat. Hier ga ik vanavond nog in verder. Ik heb wel op Storytel het luisterboek van Harlan Coben gestart. Of ben gestart. Even kijken hoeveel ik nu heb geluisterd. Hele prettige vertelstem. Het is de Nederlandse gewoon versie. Staat hij op Paco en de Magische Halsband. Thomas heeft nu ook Storytel op zijn mobieltje op mijn account. Maar dan heeft hij dit vanavond geluisterd. En dan moet ik mijn eigen boek weer even opzoeken. Even kijken hoor. Hij springt aan. Kijk, want ik heb hem op 1,75 staan. Ik heb al bijna een uur geluisterd. En ik vind hem geweldig. Ik ben sowieso altijd al gek geweest op de auteur Harlan Coben. Ik heb meerdere boeken van hem gelezen al jaren geleden. Ik hou van zijn cynische humor. Zijn personageontwikkelingen. En personagebeschrijvingen. En hoe een personage groeit in een boek. Dat doet hij echt fantastisch. In dit boek volgen we. Even kijken hoor, hoe heet hij voluit? Windsor Horn Lockwood III. Dat is. Ik herinnerde me opeens dat ik in een eerder boek van Harlan Coben. Was Win al een soort bijpersonage van het hoofdpersonage. Dan ben ik die naam even kwijt. Nou ja, in ieder geval. Het hoofdpersonage in andere boeken is Win, een soort bijpersonage die af en toe hielp met bepaalde zaken van de politie. Of van, in ieder geval in bepaalde zaken. Nu is dus die Win een hoofdpersonage in dit boek. En het is een bal. Het is een arrogante, rijke snop. Maar zo ontzettend goed neergezet. Ik hou van Win. Ik vind het echt een geweldig personage. Voorbeeldje. Hij zit bij een soort vrouw van een bepaalde, volgens mij, politieinstelling. Ik weet niet helemaal precies. Waarmee hij wel eens samenwerkt om bepaalde zaken op te lossen. En zij vertelt over een vrouw die in een beetje een ziekelijke relatie zat. Met een man die heel klemerig werd. En gewoon, heel bezitterig. Zij maakte het uit en hij ging er stalken. Maar hij wist dat verhaal dus al. Dat had hij al opgezocht. En hij had al het hele zaakje afgehandeld, zeg maar. En dan, het wordt vanuit zijn perspectief verteld. En dan wordt het heel beetje arrogant verteld, zeg maar. Dat hij, ik moet nou even nadenken dat ik even meelevend knik. Terwijl het hem helemaal niet boeit wat die vrouw overkomen is. Hij vindt het erg, maar het raakt hem niet persoonlijk. Ik kan het niet heel goed uitleggen, maar ik vind het echt geniaal geschreven. En ik ben ook blij dat het luisterboek echt heel fijn luistert. Het gaat dus over een zaak van een nichtje van die Win. Die is 20 jaar daarvoor
8 maanden lang spoorloos verdwenen, was ontvoerd, heftige dingen meegemaakt, verkracht. Maar de dader is altijd geblinddoekt geweest of gemaskerd of zo. Dus ze heeft nooit geweten wie dat was. Dat was al 20 jaar geleden. Nu duikt er dus een Vermeer schilderij op in een woning waar een dode man ligt. En dat schilderij behoort tot de familie van Wynn Lockwood, zeg maar. En die was al die tijd, ook 20 jaar geleden, net voordat dat nichtje werd ontvoerd, die destijds 18 was. Dat schilderij duikt dus nu opeens op in een woning met een dode man. En daar wordt ook een koffer gevonden van Wynn. Die heeft ooit een oom of iemand in de familie heeft ooit een keer een bepaalde man in de familie zo'n koffer gegeven met een initialen erin. En die wordt daar dus ook gevonden. Dus er zijn gewoon bepaalde dingen waar Wynn op wordt aangekeken. En hij denkt dus dat dit te maken heeft met die ontvoering van zijn nichtje destijds. Dus er lopen meerdere zaken door elkaar in dit verhaal al in het begin. Ik ben nog niet heel erg ver. Na een uurtje luisteren, hoofdstuk 5, ben ik net gepasseerd. Maar ik geniet er al volop van. Dus daar ga ik zeker nog van genieten. Sowieso zondag weer in de tram heen en terug. Misschien morgen of overmorgen als ik vrij ben. Maar dat denk ik niet. Want ik wil hier morgen in starten. Mary van Anne Eekhout. Het is een soort van retelling of een hertelling of een boek gebaseerd op Mary van Frankenstein. Mary Shelley. Deze wil ik voor donderdag uit hebben, want deze ga ik lezen voor mijn werk. Ik heb deze al destijds, al een tijd geleden gezien in de aanbiedingsfolders die wij op het werk altijd krijgen. Als je ziet wat er de komende maanden uit gaat komen. En daar had ik ook al meteen zin van, wauw, cover ziet er gaaf uit. Het verhaal lijkt me echt fantastisch. Dus hier ga ik morgen in starten. Dat betekent dat hier even dan een pauze op komt. Maar dat geeft niet. Ik wil gewoon heel graag Mary beginnen. Dus die drie boeken zijn dan de komende dagen dat ik aan het lezen ben en luisteren. Op mijn werk kwam ook deze binnen voor mij. Rust en Vreugd van Hendrik Groen. Leesexemplaar. Heel erg blij mee. Want het lijkt me gewoon een heel leuk boek. En bij mij werd thuis gestuurd of werd thuis gebracht. En hier ben ik ook heel blij mee. De nieuwe uitgave van Het Oneindige Verhaal van Michael Ende. Kreeg ik van uitgeverij De Fontijn. Echt heel blij mee. Want ik had hem op mijn werk al gespot. Ik zal de flap daar even afhalen. Dan ziet hij er ook zo uit. Echt super mooi. Binnenkant is ook leuk. Met alfabet en allemaal kleurtjes. En ik zie nu ook dat er een boekenlegger in zit. Magische mysteries boekenlegger. Ja, dit is natuurlijk een klassieker. Ik heb hem volgens mij ooit wel eens gelezen. In een heel ver verleden. Maar ik zou eigenlijk volgens mij niet eens meer weten waar het over gaat. Dat is misschien heel slecht dat ik dat niet weet. Maar goede reden om hem een keer te gaan lezen. Dus heel erg blij mee dat ik deze ook heb gekregen. Nou, het is voor mij inmiddels al 9:30 geweest. Het is al bijna 9:50. Ik ga nog even lekker In Vuurbloed lezen. Ik heb vandaag ook nog een leuke video van Gavin Hetherington gekeken. Die deed een unhaul. Toen dacht ik, misschien is dat voor mij ook nog best wel een keer een leuk idee. Maar toen dacht ik, nee, eigenlijk niet. Ik unhaul tussentijds geregeld wat boeken. Dus ik ga nu lezen. Morgen ben ik lekker vrij. Ik ga wel even mijn vader langs voor een kopje koffie in de ochtend. Maar de middag en avond hoop ik toch wel een klein beetje, leuk zo'n open kast, hoop ik wel een klein beetje, een klein beetje veel leesvorderingen te kunnen maken. Dus we gaan het zien. Jullie zien mij morgen weer. Doeg! Goedenavond deze zondag. Ik heb net echt heel erg gezellig die kerstlampjes opgehangen. Ik vond het echt zo leuk. Ik had ze over, dus zondagavond. Het is me niet gelukt om nog een boek uit te lezen. Wellicht vanavond nog, maar ik ben bang dat dat niet meer gaat lukken. Ik heb natuurlijk vandaag gewerkt. Ik hoor nu vuurwerk buiten. Mary schiet wel heel erg op. Ik ben op pagina 291. En het heeft ergens in de 300 pagina's. Dus deze, dat heb ik goede hoop. Heb ik goede hoop dat ik die sowieso
ik gok morgen wel uit heb. Dus ik vind het eigenlijk, als je dan ziet dat ik ook de studenten en anomalie en dat prentenboek er nog bij heb. Met nog extra gewerkt woensdagochtend en mijn zaterdag. Dat heb ik nog niet eens verteld. Maar ik had ingepland dat ik zaterdag... even de deur dicht. Zaterdagmiddag lekker heel lang hier op bed zou gaan lezen. Ik lag ook al helemaal klaar met het boek en al. En toen ging mijn telefoon Fenna vanaf de hockeyclub ergens in Wassenaar, een hockeyclub. Ze was er een beetje vergeten. Dus ik kon in de auto half uur rijden naar die hockeyclub, want anders kon ze niet spelen. Ja, toen was ik daar, toen dacht ik, ja, dan kan ik net zo goed blijven kijken. Ik was een soort van rijouder geworden. En aansluitend viel ze nog in bij een andere wedstrijd, ook op diezelfde club. Dus nou ja, mijn hele middag heb ik wel heel erg leuk natuurlijk weer naar de hockeywedstrijd kunnen kijken, wedstrijden. Maar ja, dat ging wel van mijn leestijd af. Dus, dat is jammer. Anders had ik hem wel uitgehad nu. Vuurbloed ben ik dus nog niet in verder gegaan nadat ik Mary ben begonnen. Dus daar ben ik nog steeds, nou ja, bijna op de helft. Die gaat ook gewoon mee naar volgende week. En mijn luisterboek, Harlan Coben Win, daar zit ik op pagina 203. Nou ja, ik luister het dan alleen. Dus dat is eigenlijk mooi op de helft. Die neem ik ook mee naar volgende week. Dus ik denk dat volgende week een record wellicht aan aantal boeken, zeg maar, kan uitlezen. En ik heb nog wel een leuk boek die klaar lag op mijn werk. Sneeuwwit, de nieuwe van Samuel Björk. Dat heb ik volgens mij wel gezegd, want ik heb een tweedehands exemplaar van de week gekocht. Die heb ik al laten zien. Dit is dus het nieuwste boek. Dus ik mis er nog eentje om alle vierde boeken te hebben. Ja, het eerste boek heb ik wel gelezen, maar ik weet dus niet of ik die ook fysiek in de kast heb staan. Maar dat maakt op zich niet uit. Dus heel erg blij gekregen van Alice Amsterdam via mijn werk. Dus deze week, nou ja, twee boeken uit en een prentenboek. Wel een aantal leuke nieuwe boeken aan mijn collectie kunnen toevoegen. En redelijk opgeschoten in Mary, die ik echt... ja, ik heb de dust jacket daar even afgehaald. Ik vind het een heel mooi boek. Het verhaal is van Mary Shelley, de auteur van Frankenstein onder andere. De auteur, een Nederlandse auteur, die heeft naar aanleiding van veel memoires en brieven. En nou ja, die is goed in de geschiedenis van haar gedoken. Je leest over haar jeugd. Ook over haar heel veel gevoelens worden er besproken. Dat vind ik echt heel erg mooi om te lezen. Sommige stukken zijn ook best wel een beetje poëtisch geschreven. Waardoor het toch ook wel echt literair aanvoelt. Ja, ik geniet er echt heel erg van. Ik denk dat het een 4-sterren boek gaat worden. Dus zeker een aanrader. Als ik hem helemaal uit heb, dus in de volgende week leesvlog, zal ik er wat meer aandacht aan besteden. Ja, en Win van Harlan Coben, daar geniet ik echt van. Ik vind het luisterboek echt fantastisch. Heel goed gesproken. Ook echt een beetje wat ik al zei, de intonatie van bepaalde woorden van het hoofdpersonage worden heel goed ook zo gebracht dat je echt het personage voor je ziet en de kop die erbij zou trekken als die dat soort dingen denkt of zegt. Ja, geniet ik echt heel erg van. Dus ik vind het... Ik vind deze echt tot nu toe heel sterk. Ook gewoon qua... Harlan Coben is sowieso heel goed in het uitschrijven van personages. Dat die echt gewoon zo goed uitgediept worden. Ja, ik weet niet. Ik vind het zo knap hoe hij dat doet. Je hebt ook wel eens gewoon thrillers of boeken waar de personages heel vlak blijven. En dat ze je niets doen, zeg maar. En Harlan Coben is echt een kei in personages. Nou, dat is het eigenlijk. Ik ga lekker douchen. Dan ga ik beneden lekker een kopje koffie pakken. En dan ga ik verder in Mary. Morgen begint Pink Friday. De Black Friday actie van Paagman. Alleen dan vanaf maandag al. Met weer Engels 3 halen, 2 betalen. En er liggen al wat boeken klaar. Dus aankomende week heb ik ook weer een leuke mini boekhaul gedurende de leesvlog. Om te laten zien. Maar dat is voor volgende week. Dus moeten jullie nog even een weekje wachten. Bedankt voor het kijken naar deze leesvlog. Ik hoop dat jullie ook een goede leesweek hebben gehad. Ik zal nog even leuk afsluiten met een beetje een kerstige
kerstige look. Ik ben trouwens begonnen op Goodreads. Ik heb een mapje aangemaakt met boeken die ik heb. Dus books I own. Ik heb er volgens mij pas 15 ingezet of zo. Want het is een hele berg. Maar ik hoop dat ik dat in de toekomst helemaal vastgelegd heb. Zodat ik voorkom dat ik boeken dubbel koop. Omdat ik niet meer weet of ik ze heb of niet. Want het is wel echt, nou ja, achter die deurtjes. Je ziet het hier al, boeken ervoor gezet, daarbovenop. Ja, bovenop de kast. Daar. Het is een walhalla, dat wel. Dus ik ga nu lekker ontspannen en nog even lezen. Jullie zien mij volgende week weer. Doeg!